Groet mensen, ik ben Samen. Leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe aflevering van PM Maps. Jongens, het is een tijd geleden, maar wij gaan de PM Test 3XL doen. Ik heb er super veel zin in. Laten we even op settings klikken. Want blijkbaar gebeurt er dan allemaal dingen en ik weet niet wat. Oké, top. Ik weet niet wat deze knopjes voor zijn. YouTube, okidoki. Alright, awesome. En klik hier als je de trailer van de map wil zien. Oké, nou, dan gaan we niet op klikken, want we spelen de map zelf. Ik wil geen spoilers hebben. En dit is YouTube Project Minecraft. Ja, klik hier. Dan ga je ook echt naar het kanaal. Dude, daar zit veel werk in. Nice. Level kiezen. Alright. Dus zoals jullie weten, met de PM Test 3XL, ik heb de eerste en tweede al gedaan, zijn er eigenlijk allemaal levels. Je hebt de level craften, avontuur, doolhof, mobarena, parkour, archery, waterminigame en quiz. Ik heb er super veel zin in. Als jullie er ook super veel zin in hebben, laat even dat blauwe duimpje achter. Laten we de 1500 likes gaan halen. En let's flipping do this. We gaan craften doen. Weet je wat? Bij de 1500 likes ga ik gewoon de volgende PM map doen. Laten we het zo gaan doen, jongens. 1500 likes en de next PM map komt eraan. Craften. Ik ben heel erg benieuwd. Weet jij alle recipes? Daylight sensor. Kijk achter je als je iets niet weet. Nou weet ik dat er een daylight sensor... Ik weet niet hoe ik dat moet maken. Zo te zeggen. Blijkbaar moeten we een glas hebben. Dat is logisch. Ik weet niet precies hoe ik het... Ik moest een daylight sensor maken tijdens een serie op DDG. Dat is ook al een tijdje geleden. Maar geen flauw idee hoe ik dat moest maken. Want ik maak nooit daylight sensors. Maar wat ik denk wat ik moet doen... is hier hout, daar quartz en daarboven glas. Lijkt mij in ieder geval heel logisch. Laten we even gaan checken of dat überhaupt werkt. Dit is super resident sleeper. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Hurry up. There we go. Bam. Oké, dus die hierboven, die hier beneden en deze ertussen. Dacht ik al. Dacht al dat het niet zo werkte. Shit. Oké, ik weet het niet. Goddammit, de eerste weet ik al nog niet. Ik weet het niet. Weet je het echt niet? Nee. Wacht. Oh, slaps. Are you kidding me? Dit is trouwens heel erg mooi gedaan, by the way. Dit is echt heel erg mooi gedaan. Slaps. Oh my god. Ik ben echt retarded. Slaps. Ik had het dus wel goed, alleen slap. Dit is de tweede keer dat ik een daylight sensor maak in heel Minecraft. Dus, yeah. Alright. Daylight sensor. Maak een armor stand. Oké. Dat wordt ook heel erg ongemakkelijk. Nu weet ik dat je daarvoor slaps nodig hebt, right? Dat weet ik niet zeker. Nee, je hebt smooth stone nodig, hè? Of ben ik nou helemaal gek? Je hebt smooth stone nodig. Ik heb het denk ik nu al verneukt. Weet je dat? Ik heb het serieus denk ik nu al verneukt. Want ik denk dat we daar... Oh, shit. Ja, je hebt smooth stone nodig. Fuck. Ik wist dat je sticks moest hebben, maar je hebt smooth stone nodig. En nu? Ik kan nu niet verder, omdat ik slabs heb gemaakt. God damn it, shit. Ik heb hem nu al... Wat ik moest doen? Ik moest dit doen. Ik heb deze nodig. En ik wist dat ik uiteindelijk iets met sticks moest doen. Nou heb ik niet gekeken. Maar ik heb daar expres niet naartoe gekeken. Omdat ik dit nog wou doen. There we go. Oké, armor stand. Fucking hell. Dit zijn al die 1.7, 1.8 dingen. En ik heb daar helemaal niks mee gedaan. Een enchanted golden apple. Wel, dat is niet zo super moeilijk. There we go. Bam, bam, bam. Golden notch apple. Die is wel easy. En veel weet ik ook. Nou moet je daar... Wacht, ik heb 31 iron. Heb je daar 31? Het zijn toch 3... Oh ja, 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 klopt. Oh, there we go. En doen we zo. En kablam. Gelukkig weet ik die. Die is easy. Maak een rabbit stew. Wacht. Wacht, wat? No fucking way, toch? Een rabbit stew? Dude, dat is nieuw voor mij. Ik heb nog nooit een rabbit stew gemaakt. Wat ik denk wat ik moet doen is dit zo. I guess. Eerst een mushroom stew maken. En daarin de cooked rabbit in doen. Toch? Oh, misschien moest het wel met carrots. Wacht, misschien moest het wel met carrots inderdaad. Ik heb nog nooit... Ik wist niet eens dat een rabbit stew er was. Mag ik deze eten? Of mag dat niet? Ik denk dat ik even wat moet sprinten en springen. En weet ik, even gek doen. Want... Goddammit. Oké, jongens, ik moest het even chillen. Ik heb ook flint en steel in mijn hand. Omdat ik dacht, van, dan krijg ik damage. En dan krijg ik honger. Maar we hebben het nu zo gedaan. Alright. Even gaan kijken. Want ik weet het in godsnaam niet hoe je zoiets moet maken. Ik denk dat deze in het midden moet... Of boven, of links. Ik weet het echt niet. Ik denk wel dat sowieso de mushrooms erbij moeten. Die moeten sowieso hier. Ergens. Misschien aan de zijkant. En misschien een carrot dan. Misschien deze omgekeerd. Nee, geen carrot. Misschien een potato.
Misschien een baked potato? God damn it, ik weet het echt niet. Dit is echt een moeilijke. Misschien moet deze wel hier. En dan die zo. God damn it, ik begrijp deze niet. Deze is lastig. Oké, ik weet het niet. Ik ben niet zo slecht in. God damn it. Come on, klaar? Oh, shit. Oké, ik moest het hier klikken. Wow, deze ging in één keer. Ik was wel heel erg dichtbij. Oh my god, ik was heel erg dichtbij. Dus hier moest die carrot. Hier moest die mushroom. Hier moest die... ik was heel... Oh, dit kon ik gewoon. Dit kon ik gewoon... Ja, there we go. Rabbit stew. Damn. Maak een map. Oké. Heb je iron nodig? Oh, je hebt een kompas natuurlijk nodig voor een map, hè? Dat is ook zo. Bam. Deze is heel erg makkelijk. Eromheen. Moeten we hier vol wachten, dus. Cool. Bam. Klaar. Het enige wat we hoeven te doen is dit. Kompas in het midden. Papier omheen. Bam. Bam. Map. Gelukkig weet ik zoiets wel. Maak een hopper. Hopper minecart. Oké, dus dan neem ik aan dat we eerst een minecart moeten maken. Dan moeten we een hopper snel gaan maken. Dan moeten we een chest fixen. There we go. Die chest doen we het in het midden. Hopper zo. Bam, we hebben een hopper. En dan denk ik gewoon zo. There we go. Deze was super easy. Cool, alright, terug naar de lobby. Avontuur. Het is weer tijd voor avontuur. Ik moet maar weer eens gaan minen. Bijna al mijn ores zijn op. Alright, dus ik moet ores hakken. Moet ik dan ook kool hakken? Want dat is eigenlijk geen ore, right? Dat is kool. Ik weet niet of dat een ore is. Blijkbaar. Ik denk niet dat ik dit allemaal hoef te hakken. Maar we gaan het gewoon voor de zekerheid doen. Ik denk serieus dat dit niet hoeft. Laat ik maar gewoon alles van... alles. Ik neem overal 5 van. Ik denk dat dat goed is. 3. En dan... Oh. 4. Ah, shit. Zijn er hier maar 4 van? Dan slaat mijn OCD helemaal kapot. Ah, nee. Ah, het zijn er ook. Okay, God damn it. Diamonds. Nice. Alright, dan nemen we hier 2 van. Oh, wow, dit hoort niet. Wie heeft nou een ondergronds huis? What the fuck? Dude, dat was goed gemaakt. Alle items zijn ook meteen weg. Wow. What the hell? Wacht, die eerste kamer. Ben ik gevallen en dat is nu weg? Wat is er met deze boom gebeurd? What? Holy shit. Wat is er met de... Dude, dat is nu goed, hoor. Ik weet ook niet wat dit precies is. Not sure. Oh, hier is nog een kamer. Oh, kijk, dus hier moet ik naartoe. Maar hoe kom ik hier overheen? Wacht, moet je dit sprinten? No way, toch? Nu ben ik dood. Shit, kom ik gewoon terug? Je spant gewoon hier weer. Ja, oh my god. Ik heb hem. Super chill. Dit is nog wel redelijk makkelijk om niet gehit te worden. En, oké, dit wordt ook een leuke. Boing. First try, boys. Oh my god. Oh, en ik kan ook niet sprinten. Of springen, sorry. Dat is altijd heel erg fijn. Maar dit is niet super moeilijk als wij aan een zijkant moeten zitten. In een zijkant. Oh, daar is hij. Toch? Nee, niet. God damn it. Natuurlijk niet. Dit is nogal ongemakkelijk. Ja, zo verder, right? Ja, precies. Shit. We moeten springen over lava. Dit is geen normaal huis. Dude, als je denkt dat dit een huis is, dan klopt er echt iets niet aan je. Sorry, maar dit is geen huis. Dit lijkt niet eens op een huis. Maar ja, oké. There we go. En we kunnen gewoon normaal hier naartoe jumpen. Dit ziet er wel echt heel goed uit, though. Dit ziet er echt heel erg goed uit. Waar de hel zijn we? Wat is dit? TNT? Als Zelda games iets hebben we geleerd, moeten we door die muur. Ja, ik begrijp hem. Omdat het allemaal kapot... Ja, precies. Oh my god, dit is echt geniaal. Dit is echt een geniale goede map. Holy shit. Alright, we gaan verder. Het is nog een beetje donker. Nog meer lava? Wauw, nog meer lava. God damn it. Oh, we jumpen hier wel overheen. We gaan door het hoekje en... Wacht, glass paint jumps? Ik herken dit van Legends. Of Legende, sorry. Glass paint jumps. Not sure... Wat daar zo bijzonder aan is. Maar oké, so be it, right? So be it. Ik vind glass paint dan niet zo super lastig. Oké. Dat kwam niet door de glass paint, zeg ik je, yo. Dat kwam sowieso niet door de glass paint. Oké, dit was helemaal mij. Hier faalde ik gewoon. Oké, ik ga er goed voor zitten. There we go. Kijk, zo moeilijk was hij niet. Zo moeilijk was hij niet. En dan deze jump. Nu moeten we daar dus oppassen dat we niet... Zo, precies. Dat moest ik doen. Dit is best wel makkelijk, want ik heb bo...
Dat was eng. Dat was creepy. Holy shit, dat was nogal eng, ja. Wacht, hoe komen we hier overheen? Zo, there we go. In het midden moet je jumpen. Zo, kunnen we hier ook nog links? Nee, dat kan niet. Wat is dit? Dit moet me denken aan Tolkiencraft 2. Oh, nee. Oh, dat is... Oh. Als dit echt zoals de legendes is... Oh, ik begrijp het, Tolkiencraft. Ik begrijp hem. Geniaal, man. Dit is het. Oké. We gaan gewoon verder. Oh, shit. Wat zijn dit nou weer voor jumps? Oh, my god. Ik heb een zwaard, though. Feels good, man. Is die zwaard nu weg? Nee, maar we hebben wel gunpower. We zijn level 2. Dus dat is wel chill. Oké, deze jump moeten we halen. Ik ga hier gewoon chill staan. Weet je, rustig. Niks aan de hand. En spreken. Oké. Ja. Yeah. Oh my god. Ik heb hem. Nice. Deze jump. Wou ik zeggen dat hij makkelijk was. Maar hey, jullie zien het. Hij is niet zo... Oh, snel. Misschien hebben we een save. Never safe. Oh shit. Oh my god, come on, ik liep niet eens... Ah. Oké, nu heb ik hem, jongens. Blijkbaar niet. God damn it. Oké, misschien nu wel. Let's go. Oh my god, ik heb hem. Nu moeten we oppassen. Jumpen. Rustig. Oké, we got it. Ik weet niet welke kant precies nu naartoe moet. Oké, die kant gaan we niet op. We gaan hier naar beneden, I guess. Spinnenweb. En we gaan gewoon links. Blijkbaar. Ah, dit is echt heel fijn. Waarom sprong ik, Sam? There we go. Nice. Waarom spring ik? Goddamn, ik loop gewoon achter, want zo gaat het veel sneller. Zie je? Bam. Ben je er gewoon in één keer doorheen. Gaan we nu terug? Nee, we gaan sowieso niet terug. We gaan nog meer omlaag. Wat de hel is dit? Dan is er op het einde een winner. Oh, ai. Wacht. Oh. Kom maar op met die winner, yo. Ik wat. Oh my fucking god. Winner, we got you, man. I got you. Are you kidding me? Dit is ook gewoon nog echt een fucking moeilijke winner. Want er spannen ook nog allemaal van... Oké, wel, ik ga hier dood. How could this happen to me? Wacht, moet ik gewoon verder? Oké, we gaan gewoon die fucking winner gaan we proberen te killen. Here we go. Zo moeilijk zou het toch... Oké, wel, ik moet eerst die winner guards killen, denk ik. En... There we go. Oh my god, hij staat nog steeds veel te hard. God damn it. Oké, nu staat hij goed. Alright, dus laten we eerst even al deze kleine dingetjes gaan killen. Want die zijn echt heel erg irritant gewoon. Ik denk dat ik die niet eens kan killen. Ik denk dat ik gewoon die winner moet hitten. Ik denk het serieus. Dat ik gewoon... Wat mijn... Kut geluid, jongens. Blijf gewoon die winner hitten. Moet hij die winner killen? En ik kan toch... Ik bedoel, ik heb heel veel eten dagelijks. En dat gaat allemaal niet gone. There we go. Phase 2. Nu krijgt hij als het goed is geen HP er meer bij. Blijf hitten. Kom maar. Oh. Nog een keer. Go. There we go. We did it, boys. We hebben een nether star. Goed gegaan. Terug naar de lobby. Oh my god. Thank you very much. Het Dolof. Oké. Links, rechts. En dan ben ik verdwaald. Dolof 1. Zand. Oh my god. Well, F5 werkt niet. Dat is ook super leuk als F5 niet werkt. Thank you, man. Thanks. Dat is altijd super chill. We gaan hier gewoon overal doorheen. En we zien wel waar we uitkomen, I guess. Weet je wat? Dit gaan we gewoon versnellen. 3, 2, 1. Here we go. Oh. Zieke versnel, right? Zieke versnel. Eng bos. Too spooky for me. Inderdaad, too spooky for me dit. Ja, dat loopt dood. Daar ga ik niet in. God damn it. Dit gaan we versnellen, right? Dit gaan we... Wacht, ik moet... Oké. Ja, ik moet deze kant op. Dit gaan we gewoon versnellen. 3, 2, 1. We zijn er. Nice. Dolof 3. Bibliotheek.
Oké, dus deze zou het moeten. Ik denk dat er maar 3 zijn. Ik hoop dat het er maar 3 zijn. Laten we dit gewoon in één keer gaan speedrunnen, jongens. We gaan gewoon zo snel mogelijk. En ik weet dus in godsnaam niet waar het is. Dat is best wel logisch. Dat is een tolof. Maar de vorige had ik gefaald. Net als deze. Deze heb ik denk ik ook al gefaald. Dat ik loop gewoon zoveel keer dood, right? Hier links. Ja, en dan weer links. Nice. Zijn we er? Nee. Oh my god. Gelukkig zijn ze niet zo super groot. Want als ze... There we go. Oh. Oké, dat was naaiend. En dit... Ik zei eerder dat ik ben hier redelijk goed in. Maar ja, yeah, maybe not. Want ik sta nu al in de... Oké, gelukkig ga ik niet dood. Dat is wel weer een pluspunt. Alleen... Oh my god. Dit is nogal naar. Ja, wat zeg ik je, yo? Maar gelukkig gaan we niet dood. Dat is het belangrijke. Oh, we hebben het al gehaald. Oké. Easy game, easy life. Doel op 5. Onzichtbaar. Kijk naar boven. Oké, waarom zei die kijk naar boven? Want dat is nu pretty false, right? Dat is pretty false. Nu moet ik gewoon daar naartoe. Oké, maar kijk naar boven, dat heeft nu helemaal geen zin. Waarom zei je dat dan? God damn it. Ja, we zijn er bijna. Come on there. Come on now. Ja. Moet ik er overheen springen of zo? I don't know hoe dit werkt, by the way. Dat is nogal weird. Kijk naar boven. Ik kijk naar boven, maar via die kant moeten we gaan. Maar hoe komen we daar? Zo, denk ik. Dit moet het wel, toch? Dit moet wel. Ja, oké. We got it. Terug naar de lobby. Nice. Mob arena. Oh, hier ben ik goed in. Hak ze door de midden. Oké, here we go.